Dit gebied is echt een veenweidegebied waarin water altijd een rol gespeeld heeft en de sloten gegraven zijn om het veen te ontwateren en dus landbouw te kunnen bedrijven en nog steeds gebruikt wordt voor water aan- en afvoer. Deze sloot is nog geschoond op de traditionele manier. Dat is een machine die in het water zowel de waterplanten, maar ook een deel van het bagger en de wortels meeneemt, wordt opgetild en wordt in de slootkant gelegd. De nadelen zijn dat je het leven wat in die overgang van land naar water zit weer helemaal weghaalt. Je begint weer bij nul en de slootkant zelf die wordt volgebaggerd. Dit is allemaal heel zacht en als hier weer een koe gaat lopen dan zakt hij weer met dezelfde snelheid of misschien nog harder weer erin. Dus de stevigheid van de sloot vermindert. We zijn wel tot de conclusie gekomen dat er meer is dan alleen waterafvoer, maar ook dat er in die sloten zoveel leven groeit en zoveel mogelijk is, dat je ook een deel van de waterplanten kunt laten staan en daarmee ook een stuk meer leven in die sloten krijgt. Aan de andere kant zien we de nieuwe manier van slootschoon. En dan zie je een hele rustige overgang van land naar water, waarin juist heel veel leven zit. We hebben een hoofdwatersysteem, daar is Rijnland voor verantwoordelijk om die sloten te schonen. Het overige watersysteem, en dat is een overgrote deel van alle sloten hier, ligt de verantwoordelijkheid bij de aanliggende eigenaar, vaak de boer. Ecologisch slootbeheer is eigenlijk zowel de planten als het organisme wat op en rond het water of onder water leeft, dat je dat intact houdt. Deze knipt als het ware gewoon het gewas af, dus de wortels blijven allemaal intact. En het gewas wat hij eraf knipt, dat gooit hij gelijk op de kant. Ik heb het nooit als lastig ervaren om het slootonderhoud zo te doen. Eigenlijk van begin jaren 90 ben ik al steeds meer hiertoe overgegaan. Dat was eigenlijk relatief makkelijk en goedkoop. De winst die ik eruit haal is in ieder geval dat de slootkant sterker wordt door de jaren heen. Hier kan een koe gewoon tot aan de waterlijn lopen, die zakt niet weg. Die zode is zo sterk geworden dat hij dat kan hebben. De natuur werkt 24 uur per dag, dus als die voor je werkt, dat is altijd weer makkelijker dan dat het tegenwerkt. Daarom probeer ik dat ook bij de collega's onder de aandacht te brengen en ook bij de collega's hoeft het geen geld te kosten. Het is heel erg bepalend dat je die boer ook meeneemt in het verhaal van hoe het ook kan. Dus net zo goed als het waterschap die omschakeling gemaakt heeft, moeten de collega's dat soms ook. Wij zorgen ervoor dat andere boeren hier ook meer mee gaan werken door enerzijds hierover te communiceren, maar ook door de extra kosten die boeren hiervoor maken om die te vergoeden. En we geven ook echt meer ruimte in het watersysteem om desnoods eens een keer de waterplanten te laten staan, zodat ze dat niet hoeven sloot te schonen, dus dat ze ook minder kosten maken. Ik denk dat de overgang van land naar water, dus de oevers, de sloten, dat die ook nu en in de toekomst alleen nog maar belangrijker worden. Daar hebben boeren ook het besef van, hé, we zijn met waterkwaliteit en ecologie bezig. En dat uitzicht dan onder andere ook in de opdracht die ze geven naar de loonwerkers die dat uiteindelijk gaan doen.